Molo kef na enja. Hay moti fan. May record mi direct. Goeie, Marga, broers en zussen in de gemeente en zij die online luisteren, welkom. Vandaag is onze paasdienst en vandaag zullen we starten met de boodschap van het avondmaal. Op de Goede Vrijdag herdenken wij de dood van Christus en op Pasen herdenken wij de opstanding van Christus. Toen ik aan deze twee momenten dacht, dacht ik ook aan, soms vraag je af hoe het zich afspeelt, een vergelijking. Ik dacht meteen aan bijvoorbeeld het sportgebeuren, het maakt niet uit wat voor onderdeel, het kan atletiek zijn, het kan voetbal zijn, basket, en soms zie ik een paar beelden waar bijvoorbeeld, je bent in een wedstrijd en sowieso heb je tegenstanders waar tegen wie je het moet opnemen. En een van ze zag ik dat bij een atletiek wedstrijd iemand dacht dat hij of zij al had gewonnen. Toch? En de persoon begon te juichen. Ik heb de eindstreep behaald. Ik heb de overwinning behaald. Niet wetende dat de persoon achter hem of haar als eerste over de eindstreep gaat. Zo ook bij andere taken van sport. Je moet weten, zolang je de eindstreep niet hebt behaald, of zolang de scheidsrechter het laatste fluitsignaal niet heeft aangegeven, kan er van alles gebeuren. Daaraan dacht ik aan de dood van Christus en de opstanding. Toen de duivel dacht dat hij had overwonnen. Want je moet nagaan, Christus is net als een wedloop. Hij moest naar het kruis gaan en hij moest een heleboel incasseren. Zo ook wanneer je gaat sporten, het gaat niet gemakkelijk dat je zegt van ik ga en ik score of ik haal de eindstreep. Je moet echt gaan knokken om te winnen van je tegenstander. En dat heeft Jezus gedaan. En Satan heeft ook niet opgegeven. Maar Jezus nog meer, Jezus heeft niet opgegeven. Het verschil is dat Jezus moest lijden. Toen Satan enige wat hij moest doen, misleiden, verleiden van je kan het niet, waar is je vader, heeft je verlaten, dat soort dingen, dat was zijn taak. Dat is zijn bedoeling om niet alleen Christus, maar ook zijn volgelingen op een dwaalspoor te laten komen. Toch? En wat zien we uiteindelijk, waar mensen zouden denken, ja, Jezus na lastman, kijk, hij is toch dood gegaan. Heeft, behalve dat ze hem hebben mishandeld, gespuugd in zijn gezicht en hebben gegezeld, hij is toch dood gegaan. Dus zou je denken van, dat is alles, dus ik heb gewonnen, de duivel heeft gewonnen. Maar wij weten allemaal dat het anders is en daarom gaan we lezen in de Bijbel, laten we gaan lezen. In de Bijbel. Ik lees vanuit Groot Nieuws. Ik lees in 1 Korinthe, hoofdstuk 15. Vanaf
vanaf vers 54 gaan we lezen. En wanneer dit vergankelijk lichaam bekleed is met onvergankelijkheid en dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid, dan zal dit woord uit de schrift in vervulling gaan. De dood is verslonden. De zegen is behaald. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je wapentuig? De dood heeft als wapen de zonde. En de zonde ontleent haar kracht aan de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta paal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt. In het besef dat in verbondenheid met de Heer uw inspanning niet voor niets is. We hebben dit gelezen en de vraag is, wat betekent dit voor ons? Dat we hebben gezien, de dood is verslonden, de zegen is behaald. Waar mensen zouden denken, de tegenstander heeft gewonnen. Van Christus. En we weten wie onze tegenstander is. Deze tegenstander van God is sowieso onze tegenstander, dat is de duivel. We weten dat Petrus praat, hij loopt rond als een brullende leeuw. Op zoek naar iemand die hij kan verslinden. En wat betekent dit voor ons? Gaan we ook weer lezen. En dat gaan we lezen in Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6, ik ga wel een eentje lezen. Een stukje bedoel ik. Een lang stuk. Romeinen hoofdstuk 6 vanaf vers 1. Dood voor de zonde, maar levend voor God. Wat volgt hieruit? Zullen we maar blijven zondigen om zo Gods genade te doen toenemen? Absoluut niet. De zondige mens in ons is gestorven. Hoe kunnen we dan nog in zonde blijven leven? Door de doop die ons eenmaakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan wij ook een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn door op te staan zoals hij. Dit weten we, de zondige mens die we vroeger geweest zijn, is met Christus aan het kruis geslagen. Om aan een zondig bestaan een einde te maken. En zo staan we niet langer in dienst van de zonde. Want de aanspraken van de zonde gelden niet meer voor wie gestorven is. Wie zijn gestorven met Christus? We zijn gestorven met Christus. Daarom geloven we dat we met hem ook zullen leven. Want we weten dat Christus uit de dood is opgestaan en niet meer kan sterven. De dood heeft geen macht meer over hem. Want door de dood die hij stierf, heeft hij afgerekend met de zonde eens en voor al. Maar nu hij leeft, leeft hij alleen voor God. Zo moet ook u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar leven voor God. In uw eenheid met Christus Jezus. Laat dan ook de zonde uw sterfelijk bestaan niet langer beheersen. Zodat u gehoorzaamt aan de verlangens van dat bestaan. U moet uzelf niet in dienst stellen van de zonde. En u niet laten gebruiken als een werktuig voor haar kwade praktijken. Nee, stel uzelf in dienst van God als mensen die dood waren, maar weer levend gemaakt zijn. U moet u laten gebruiken door God als een werktuig van de gerechtigheid. De zonde mag niet over u heersen, want u bent niet meer onderworpen aan de wet, maar aan Gods goedheid. We hebben gelezen, ik denk dat het heel duidelijk is wat hier staat. Het is niet moeilijk Nederlands, neem ik aan. Dat alles wat Jezus heeft gedaan, geldt ook voor ons. Hij is doodgegaan aan het kruis. En zo nemen we ook deel aan zijn dood. Dus door onze zondige bestaan te laten sterven. Aan het kruis, nagelen, kruisen. En dat te laten varen. Want dat was ons leven vroeger. Maar Christus is gekomen om ons te bevrijden. Daaruit te halen. En daarom is hij opgestaan uit de dood. En dat herdenken wij op Pasen, de opstanding van Christus. Waarom is hij opgestaan? Zodat wij ook kunnen opstaan en een nieuw leven leiden. Een leven zoals God dat wil. Dat wij ons niet meer laten leiden door
de zondige ik, onze oude natuur, maar door Christus. De Christus in ons. En wat ik eerder zei, Christus kon hebben opgegeven, maar heeft dat niet gedaan. Zo bemoedigt hij ook ons om het op te geven. We maken ook een heleboel dingen in ons leven. En die kunnen maken dat we onmoedig kunnen raken, willen opgeven. Maar Christus heeft dat ook meegemaakt. En als wij ons leven moeten vergelijken met wat Christus heeft meegemaakt, niemand van ons zou naast hem kunnen staan. Wat heeft meegemaakt? Toch? Wie van ons is gegezeld? Toch? Dat is een voorbeeld. Er zijn een taal van voorbeelden. We zouden misschien al een houding hebben met mensen, maar het is tof wat Christus heeft meegemaakt. Dat mensen je vastelijk beschuldigen. In plaats van dat ze Christus moesten loslaten, hebben ze wie losgelaten? Barabbas. Ne? Ja, een beruchte gevangene. Dan zou je denken, hoe eerlijk is dat? Hoe rechtvaardig? Maar als je kijkt naar het hart van Christus, Christus heeft al deze mensen vergeven van wat ze verkeerden. Want hij zei het ook van wat ze wilden voor ons om niet op te geven. Het is geen optie, toch zeggen ze dat. Bij de bank zouden ze stilstaan, is geen optie, maar bij ons is opgeven geen optie. Dus ik wil je bemoedigen met deze bemoedigende tekst uit de Bijbel en wat Christus voor ons heeft gedaan. Dat laat de opstanding vreugde zijn voor ons. Toch? Christus is voor ons gestorven, doodgegaan op Goede Vrijdag. Sowieso, ik zou dat niet willen hebben dat iemand voor mij moet gaan sterven. Maar het moet zo gebeuren. Want als iemand gewoon iets voor je doet, dan zou je denken, oké, ik ben dankbaar, maar daar blijft het. Maar als iemand voor je sterft, dan ga je echt een kapotte hart hebben van, iemand sterft voor mij, zodat ik kan inzien wat ik verkeerd doe. Dus God weet waarom. Toch? En vandaag zijn we hier met, dankzij God, en dankzij hem zijn we nog steeds, houden we nog steeds vast aan hem. Dus ik wil je bemoedigen. Laten we niet opgeven. Laten we ons leven blijven leiden met Christus. En met dit in gedachten wil ik samen met u gaan bidden voor de zegen voor het avondmaal. Draag Vader in de hemel, we willen u danken voor deze nieuwe dag, Vader, die u ons geeft. Zoals u weet, Vader, op Pasen, Vader, herdenken wij de opstanding. Op Goede Vrijdag hadden we de dood van Jezus een herdag. En vandaag is het de opstanding, Vader. Dat betekent, Vader, een nieuw leven. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood kunnen overwinnen, Vader. Hij is als overwinnaar uit de bus gekomen. En zo ook wij, Vader, wij zijn als overwinnaar uit de bus gekomen. En dat wij ons steeds de winnaar kunnen noemen, Vader. Dat wanneer we zien dat zware momenten waarbij we de neiging hebben om te zeggen wat u van ons verlangt, Vader. Niet het tegenovergestelde doen, maar wat u van ons verlangt. Niet de zondige ik, maar wat Christus wil van ons. Dat wij dat meer die glorie geven dan de zondige ik. We bidden, Vader, voor uw zegen voor de rest van de dag en ook vragen wij, Vader, voor vergiffenis wat wij verkeerd hebben gedaan. In welke vorm dan ook, Vader, vraag wij voor vergeving. We bidden en vragen dit alles in Jezus' naam. Amen.
Amen. Nadat we de boodschap hebben gehoord van Henk over het avondmaal, zullen we dan een lied zingen, zijn charismeek. Dus een kerk mag meezingen als jullie dat lied kennen, maar het is een voordracht naar jullie toe. Natuurlijk nog. What can wash away my sin? Nothing but the blood that can make me whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing can for sin atone, nothing but the blood of Jesus. Not of God that I have done, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Glory, glory, this I sing, nothing but the blood of Jesus. All my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No water find I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Amen. Hiermee eindigen we dan het avondmaal gedeelte. En we gaan nu gelijk verder met de worship. Nog een dankzegging. Zo, nogmaals van harte goedemorgen aan ieder. Welkom erbij. Vandaag is, herdenken wij Pasen, de opstanding van onze Heer en Redder Christus Jezus. En dat moet ons vreugde geven, omdat onze Redder uit de dood. Amen. Hij leeft nogmaals. Amen. Ik vraag u om op te staan over degenen die online ons volgen van onze kant ook van harte welkom. En we gaan feest vieren voor God vandaag. Amen. Ik heb jullie er wel gestuurd, maar het is te laat, hè. Het is niet erg. Het zijn makkelijke liederen, dus ze kunnen daar mee voor. Amen. Goed zo.
We beginnen te zingen lied nummer 15 in ons boek, in ons zangboek. Ik ben verlost. Ik ben verlost door het bloed van het lam. Amen. De kerk gereed? Kom op. Zijn de mensen die online zijn gereed om te zingen? Ik hoor ze. Amen. Goed zo. Hier gaan we dan. Ik ben verlost door het bloed van het lam. Ik ben verlost door het bloed van het lam. Ik ben verlost door het bloed van het lam. Toen de Christus in mijn leven kwam. Amen, zonder nog verlost. Ik ben verlost. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Door het bloed van het lam. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Oh, toen de feest van mijn leven kwam. Amen, zonder nog verlost. Ik ben verlost. Toen ik verzonk. Toen ik verzonk. In diepe bed. In diepe bed. Toen ik verzonk. In diepe bed. Toen ik verzonk. Bracht het mij aan het gezet. Amen, zonder nog verlost. Ik ben verlost. Ik ben verlost. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Toen de geest in mijn leven kwam. Amen, zonder nog verlost. Ik ben verlost. Er is nog meer. Meer dan dat. Er is nog meer. Zelfs meer dan dat. Er is nog meer. Zelfs meer dan dat. Ik werd gedoopt in de hemel. Amen. Zonder nog verlost. Ik ben verlost. Ik ben verlost. Ik ben verlost. Door het bloed van het lam. Door het bloed van het lam. Ik ben verlost. Toen de geest in mijn leven kwam, aan mijn zonden opgelost, ik ben verlost. Amen. Aan mijn zonden zijn opgelost, zodat Christus voor ons aan het kruis is gegaan, onze zonden. Het volgende lied zit in ons Engels gedeelte van het boek, lied nummer 25, Engels. Maar we zingen 25b, me free, free, free. Amen? Amen. Hier gaan we dan. Me free, free, free. He de me de so free. He de me mit a man. A man fu calzari. A kuru mi ebi. Mi ebi son do lai. No me sing ye glory. Hallelujah, di masra. No me sing ye glory. Hallelujah. Be free, free, oh, be free, 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 make me free. Let me meet a man, I'm a book of a year. I put it on the line. No messing in glory. Hallelujah, be my friend. No messing in glory. Hallelujah, be my friend. One day, they will meet in a hymn.
Asadewa. Asadewa. Te wie niet in de hemel. Asadewa. Asadewa. Te wie niet in de hemel. Asadewa. Guys are confused right now, but understand this is a remix from our language song. Okay, it means that we need to weave the love of the flag of Christ, the love. All right, but it's not finished. It's not finished. Okay, sumade you follow suman. Sumade, you follow Suman. Sumade, you follow Suman. Jesus, follow Suman. Oh, Sumade, you follow Suman. Sumade, you follow Suman. Sumade, you follow Suman. Satande na lasiman nasode satande na lasiman nasode satande na lasiman satana lasiman sumade you follow suman na yes
Jesus. Sumade, you follow Suma. Na Jesus. Sumade, you follow Suma. Jesus follows to me. Asuade. Als laatste zingen wij lied nummer 71, Nederlands. Wat de toekomst brengen mogen. Amen. Dat is ons laatste lied. Lied nummer 71. Wat de toekomst brengen mogen meegeleid. Sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen. Met een rustig kalmend moed. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijp mijn ziel u niet. Zaligheid die durft geloven. Ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen. Maken voor de boodschap van de contributie. Goedemorgen, broers en zussen. Ik sta hier om de contributie te doen. Eerste vers. Dat is in geschreven. Rijke mensen mogen niet meer geven. Het is het losgeld voor hun leven. Dit stuk is gehaald uit het Oude Testament. En het was in de periode van Mozes.
de Israëlieten, de telling van het volk. En ze hadden een pleeg van God gekregen dat ze dat ieder man wat moest geven als los geld voor zijn leven. En het geld werd ook gebruikt in een hele leven. En dit stukje, rijken mochten niet meer geven en armen mochten niet minder geven. Er was een vastgesteld bedrag die elk Israëliet moest geven. Het maakte niet uit of je rijk of arm was, maar het was een plicht dat je moest geven als losgeld voor hun leven. Dus hier zag je al dat de mens al moest geven. Laten we nu gaan naar in het Nieuwe Testament gaan we nu. Daar is, gaan we eerst lezen. Laten we eerst lezen 2 Korinten 9, vers 7. Daar staat: iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die niet met een blij hart geven. Dus nog een keer: iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven. Hier zie je, hier wordt er ook geven aangehaald. Iedereen, wij vandaag, we zijn hier, we zijn nu het moment bereikt dat we de contributie zullen doen. En is een manier hoe we terug kunnen geven aan elkaar, aan God. En we hebben ook besloten, omdat dat we deel uit willen maken van dit moment, om te geven. Toch? Hier vraagt God van ons, als we geven, dat het niet moet zijn door een dwang. Door een opdracht, je moet geven. Toch? Maar het moet niet met het tegen zijn, het moet gewoon vrijwillig zijn. We moeten gewoon blij zijn dat we in de gelegenheid worden gesteld om terug te kunnen geven, middels een contributie. Ja? Oude Testament zie je, daar was het een plicht, het was een dwang, het was een verplichting. Ja? Dat ze moesten geven een vastgesteld bedrag. Maar hier zie je niet echt een dwang, maar er wordt wel naar voren gebracht met welk hart je moet geven. Laten we ook gaan lezen in hetzelfde boek, maar daar wel in 2 Korinthe 8, vers 12. En daar staat: denk erom. Als mensen graag willen geven, moeten ze niet meer geven dan ze kunnen. Zo bijna denken van het Oude Testament is tegenovergestelde. Ja, want daar was het een plicht, een vast bedrag. Het maakt niet uit als je meer verdiende of minder verdiende. Je was verplicht om een bepaald bedrag te geven. Ja. In 2 Korinthe 9 wordt gezegd hoe je moet geven met een blije hart. Je moet een gulle gever zijn. Ja. Zonder spijt of dwang. En hier wordt uitgelegd dat je moet geven, niet meer moet geven dan dat je kan. Dus je moet ook eerlijk met jezelf zijn als je geeft, toch? Niet kijken naar je naast omdat ze veel geven. Dan ga ik ook veel geven. Want God begreep dat we ook voor onszelf moeten zorgen, toch? God weet dit alles. Maar wat we ook niet uit het oog moeten verliezen, dat God de grootste gever is, toch? Want alles wat we bezitten, alles wat we terug kunnen geven van het wat we hebben, kom dankzij de genade van God. Dankzij hem kunnen we werken. Dankzij hem hebben we verdiende loon. En dankzij hem kunnen we worden we in de gelegenheid gesteld om te geven. Want er is
heel veel aan ons gegeven. En Henk heeft het al gedeeld in het avondmaal, weten we. Toch? De grootste gift is Jezus hemzelf. Toch? En dat gaan we nooit kunnen evenaren. Maar het hart, toch, kunnen we wel evenaren. Het blije hart om te geven. Want we weten, hij is eerst aan ons gegeven. Daarom zijn we vandaag hier. Als anderen ons niet voor waren gegaan, zouden we vandaag ook niet hier zijn om een dienst te houden. Laten we dat in gedachten blijven houden. Dat door onze gift, toch, creëren wij de mogelijkheid dat zij, die naar uitgereikt moeten worden, zij ook in deze aanwezigheid, in deze glorie, ook deel van kunnen gaan maken. Zoals we straks zullen geven, laten we in gedachten houden dat het niet een drukking is, niet een dwang, maar laat het een vrijgevigheid zijn, omdat velen aan ons uit hun vrijgevigheid, uit hun weinige en uit hun velen hebben gegeven, omdat ze die heerlijkheid waarvan ze deel uitmaken, ook wilden verspreiden naar ons en naar anderen. Zo laten we gaan bidden om God te vragen voor een zegen over de contributie. Trouw God in de hemel, Vader. Wij komen te gebed, Vader, om u te danken, Vader. Wij danken, Vader, voor uw genade die u ons geeft, Vader, iedere dag. Dat we vandaag hier zijn, hier staan, hier met elkaar zijn. De dag die we herdenken, Vader, dat Christus is opgestaan. Het is een grote dag, Vader. Het is een geweldige dag geweest, Vader. Dat redding mogelijk is gebracht. Naar ons, Vader, voor ons, Vader. Dat Christus zijn leven heeft willen geven, Vader. Zodat wij vandaag ook in de gelegenheid gesteld kunnen worden, Vader. Om ook te geven, Vader. Als we geven, wanneer we zullen geven, Vader. Laat het niet zijn met tegenzin. Laat het zijn met dwang, door dwang. Maar laat het zijn uit vrijgevigheid, Vader. Zoals Christus dat heeft gedaan. Zijn leven vrijgevig heeft gegeven. Dat is erger dan wat wij straks zullen doen, Vader, door middel van de contributie. Zo laten we dat in gedachten houden. Dat anderen ook gegeven hebben. Dat wij vandaag in de gelegenheid gesteld worden om ook weer datzelfde voorbeeld kunnen opvolgen. En ook anderen te kunnen wijzen en tonen. Dat we een hart van geven moeten hebben, Vader. Want als we zo'n hart niet hebben, zijn we geen resemblance van Jezus Christus. Want zijn leven was een leven van geven. Helpt u ons, Vader, dat ons leven ook een leven van geven zal zijn. Niet alleen door middel van de contributie, maar ons hele leven, Vader. Maar we danken u, Vader, dat u ons in de gelegenheid stelt. Dat we van het vele die wij van u krijgen, wij kunnen misschien in ons ogen kijken van dat het weinig is. Maar alles dat van u komt, is veel. Is rijkelijk, is gezegend. En dat van uw zegen die aan ons geeft, wanneer wij daaruit zullen geven, dat die zegen volledig op mag rusten. Dat het gebruikt zal worden, kan worden, waarvoor het gebruikt moet worden, Vader. Maar we danken u, Vader, voor deze gelegenheid. We bidden, Vader, voor uw zegen over de contributie. En in de naam van uw geliefde en dierbare Heer en Redder, Jezus Christus. Amen. Nu jullie de contributies zullen zetten, zal ik een lied afspelen als bemoediging, als inspiratie en hopelijk dat jullie inspireert of wat. Die vrouw niet. Niet aan het zetten. Ja, deze gezet. Ja, deze gezet. In de vorm. Ja.
Dat is een andere, maar het is ook hetzelfde type. Dat is een andere, dat is een andere. Oké. Nee, dat is niet dit. Dat is een andere. En dan neem je deze? Oké. Die andere. Die is een pressen. Die is een pressen. Die kan ook. Deze? Is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You are merciful, Redeemer of my past and present wrongs, Holder of my future days to come. Oh, your presence is heaven to me. Yes, it is. Your presence is heaven to me. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Ooh, Redeemer of my past and present wrongs, Holder of my future days to come. Oh God, your presence is heaven to me. It is your presence is heaven to me. Yeah, yeah, yeah. So I'm singing, oh Jesus. Heaven to me, oh Jesus, oh Jesus, oh, your presence is heaven to me. So on my days on earth, I will away. The moment that I see you face to face. For nothing in this world
can satisfy. Oh, Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, 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 Jesus, you're the cup that won't run dry. Oh, oh, God, your presence is heaven to me. Oh, 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 your presence is heaven to me. Oh, God, yes, it is your presence. Dat jullie genoten hebben, dat zoals die woorden zeggen, your presence is heaven to me. En aanwezigheid is heaven to me. Dus als, ja, dankjewel, hiermee sluit ik de contributie af. En laten we ons voelen dat we in heaven zijn, hier zo met elkaar. En Jezus is hier aanwezig. Zo houden jullie jullie gereed voor de preek die nu volgt. Zo, goedemorgen nogmaals. Good morning. Ik hoop dat jullie zich goed voelen, dat jullie zich verheugd voelen, opgelucht, dat we hier kunnen zijn. Amen. Goed zo, ik zie allemaal alleen maar vrolijke gezichten. Oké, okay, ja, goed zo. Laten we even oefenen. Kunnen jullie opstaan? Even opstaan. Dat heb ik geleerd bij jou. Toen we hadden een seminar. Ja, aan het werk. En om de mensen wakker een beetje te laten worden, begrijp je? Kunnen we een paar oefeningen doen. Weet je, als jullie met je schouders kunnen rollen. Schouders. Rol met je schouders. De mensen die thuis zijn, online bezig zijn, kunnen ook dat ook doen. Met je schouders hier rollen. Ja, bij de schouders, ja, één. En ander. Oké, okay, en naar voren nu, naar voren. Forwards. Oké. Okay. Handen optillen. Je handen omhoog. En dan. En rustig. Laat het zo. Nog een keer. Handen omhoog. Strekken. En rustig. Ja. Keer om. Zo. En dan weer aan de andere kant tegenovergestelde. Oké. Okay. En het laatste wat jullie moeten doen is omhoog springen en gelijk zitten. Oh. Ja? Hup, 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 hup. Omhoog springen en gelijk zitten. Nee? Ja, nee. Oké. Okay. Nog een keer. Goed zo. Geweldig. Geweldig, het is geweldig om hier te zijn voor God. Oh, ik ben er nu. Ik ga gaan. Nog meer. Oké, okay, goed zo.
Het is geweldig om te zijn in de aanwezigheid van God. Het lied heeft gezegd, in your presence is heaven to me. Weet je hoe geweldig dat is? Dat Christus, God zijn aanwezigheid, het moet heel veel betekenen voor u. Amen. Vandaag natuurlijk weten we, het is Pasen. We herdenken de opstanding van onze Heer en Redder Christus, Jezus. De resurrection. En de vraag die ik mezelf soms stel is, wat betekent dat voor mij? Wat betekent de opstanding voor mij? Amen. Maar voordat ik die vraag kan beantwoorden, moet ik eerst weten, wie is de persoon die dood is gegaan aan het kruis en op de derde dag is opgestaan uit de dood? Wie is hij? Wie is Jezus? Je weet, in de Bijbel vroeg Jezus aan zijn discipelen, als wie zien de mensen mij? En je hoorde verschillende antwoorden. Sommigen zeiden, ze zien je als Elia, anderen als noem maar op. En ik weet sowieso, als ik die vraag nu zou stellen, wie is Jezus, zou je ook verschillende antwoorden krijgen. Maar Simon zei, ik gaf het juiste antwoord. U bent de zoon van de levende God. Maar als dat het geval is, als Christus de zoon is van de levende God, waaruit blijkt dat in mijn leven? Waaraan kan men zien dat Christus, en waaraan kan in mij zien dat Christus de zoon is van de levende God? Hoe kan men dat zien in mij? Wat heeft de opstanding van Christus uit de dood natuurlijk achtergelaten in uw leven? U weet, wanneer wij ons leven leiden als discipel, en ik weet, het is tof, het is hard om ons leven te leiden wat vindt. Want we weten ook dat Satan, de duivel, geen grappen maakt. Hij weet wat u heeft in God. En hij maakt geen grappen. Dat kunnen we zien. Maar ja, die Jezus heeft behandeld tot de dood. Dat hij nooit heeft gezegd van, ik wil niet meer. Nooit heeft hij dat gezegd. De zweepslagen, de gijzeling kwamen. Maar hij heeft niet gezegd van, oké, ik ga het woord niet meer verkondigen. Toen hij aan het kruis werd genageld, heeft hij niet gezegd van, sorry, gouverneur, fariseer, ik heb een fout gemaakt. Ik moest het woord niet gaan verkondigen. Ik moest het niet doen. Dat heeft hij niet gedaan. Tot de dood bleef hij trouw. Tot de dood bleef hij gehoorzaam. Tot de dood. Je zag zijn doorzettingsvermogen. Kunnen wij vandaag de dag dat tegen onszelf zeggen? Mijn titel voor vandaag luidt, schrik niet. En zo, wanneer ik de titel oplees, jullie zeggen van, maar Kempas, Ernesto. We zijn hier gekomen om een paasboodschap te horen.
We zijn niet hier gekomen om dit nu aan te horen. De titel van deze boodschap luidt: doe geen water in wijn. Nogmaals, doe geen water in uw wijn. Het is een spreekwoord. Laten we zeggen, heb geen genoegen met het mindere. Doe geen water in uw wijn. I don't know how to translate that in English. But yeah, no, don't put water in your wine. Okay, that's it. Right? Goed zo. Let us pray. Let us bidden. Almachtige God en Vader, we danken u, Vader, voor dit moment, Heemse Vader. We danken u, Vader, voor het feit dat we hier kunnen zijn om te luisteren wat u te zeggen hebt, Heemse Vader. Vader, u bent altijd goed voor ons geweest, Vader, en u zal altijd goed voor ons zijn, Heemse Vader. We bidden daarom, Vader, dat u ons kan bijstaan. Dat we open kunnen staan voor uw lering, voor uw woorden, Almachtige God en Vader. Zodat wij, Vader, op onze beurt, Vader, kunnen zijn zoals u wil dat we moeten zijn, als uw Zoon Christus Jezus. We danken u natuurlijk voor uw Zoon, we danken u voor uw liefde en alles wat u ons geeft aan machtige God en Vader. Vandaar dat we ook bidden, Vader, voor een zegen over deze tijd dat we met elkaar zullen doorbrengen, om in uw woord te gaan. We bidden dit alles in Jezus' naam. Amen. Amen. Oeps. Ja. Doe geen water in uw wijn. Ik ben begonnen met de vraag: wie is Christus? Wie is Jezus? Jezus zelf heeft gezegd, in Johannes 14, hij heeft gezegd, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand kan naar de Vader toe gaan dan door mij, via mij. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg, van waar? Welke weg? Weet je, we kunnen verschillende benaderingen geven over welke weg of welke weg Jezus het hier heeft. Deze boodschap zullen we indelen in drie punten. Eerste punt is de weg. De weg naar overwinning. In ieder geval gaan we naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Amen. Dat is groot nieuws. Groot nieuws. In Korinthe hoofdstuk 15, vers 57. Amen. Daarin staat: maar God zij gedankt, Heer Jezus Christus. Laten we lezen vanaf vers 55. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je wapentuig? De dood heeft als wapen de zonde. En de zonde ontleed haar kracht aan de wet. Maar God zij gedankt, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Laten we ook lezen Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 36, als er ieder daar is, dan hoor ik het. Amen. Daarin staat, het is zoals de schrift zegt, om onze trouw aan u zijn we voortdurend in levensgevaar.
We worden behandeld als slachtvee. Maar dat komen we zegevierend te boven. Krijgt u door de liefde die Christus aan u geeft. Dat is de weg naar overwinning. Want zoals ik ook heb aangehaald aan het begin, wij worden iedere keer, iedere dag, telkens beproefd. Telkens worden we, krijgen we het moeilijk, hebben we het moeilijk, de situatie die we soms meemaken. Zijn soms zodanig dat we soms het gevoel hebben van, weet je wat, ik wil stoppen met dit alles. Waarin heb ik mezelf me gezet? Oké. Weet je, Christus is altijd hier. We worden zodanig beproefd dat we misschien onszelf afvragen van waarin heb ik mezelf gezet? En wat dreigen we te doen? We hebben een neiging om af te geven. We hebben een neiging om het mindere te doen, het weinige te doen. Want we beseffen het niet, of we zijn vergeten, dat we de liefde hebben van Christus. Dingen zoals, de normale dingen zoals bijvoorbeeld bidden, geloofdeling, met elkaar bemoedigen, wordt een last in plaats van een bemoediging. We zijn dan geneigd om water in onze wijn te doen. Volstaan met de weinige. Dit is wat ik kan geven, God. Kijk hoe ik het moeilijk heb. Kijk wat er me nu te wachten staat. Mijn werkgever, mijn baas, die op me drukt. Die mijn pressie uitoefent. Hoe verwacht u dat ik meer moet geven? We volstaan dan aan het weinige. Minder wat we kunnen doen. Ik denk, God, dat dit voldoende is voor u. Kijk u hier. Terwijl we weten wat Christus allemaal heeft doorstaan. Aan het kruis. Stel er eens voor, als Christus die gedachte had. Ik denk vanaf zijn tienerjaren zou je zeggen van, Was vanaf zijn geboorte werd hij vervolgd. Vanaf zijn geboorte wil men hem dood hebben. Maar hij bleef volharden. Hij bleef doorzetten. Hij gaf niet op. Hij bleef God gehoorzamen, ondanks men hem niet lief had. Er waren mensen die hem haatten. Er waren mensen die hem dood willen zien dan liever. Zelf in zijn eigen kring. Maar hij bleef toch lief hebben. De weg naar overwinning is als u beseft hoe groot Christus' liefde voor u is.
en de liefde kunt u zien. Aan de hand van wat hij gedaan heeft voor u en ik. Het tweede punt. We hebben gezien Jezus zegt, ik ben de weg. En vervolgens zegt hij, ik ben de waarheid. De waarheid van. Nou zelfs hier kan je een heleboel dingen aanhalen. Maar die ga ik bekijken vanuit een ander oogpunt. Het tweede punt, de waarheid van de opstanding. En laten we lezen 1 Petrus hoofdstuk 1. Als u dit begrijpt, dan bent u goed op weg om te begrijpen wat God van ons wil. 1 Petrus 1 vers 3 zegt, met als kopstuk Christus onze hoop. Dank aan God de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons in zijn grote barmhartigheid herboren door doen worden tot een leven vol hoop door Jezus Christus. Misschien begrijp je dit stuk nog niet, maar laat me alvast, of laat me althans, dit met u delen. Ik heb gezocht online hoeveel keren in de Bijbel er een opstanding is geweest. En aan de hand van wat ik heb gevonden, zie ik dat er 10 opstanding is geweest uit de dood. Ik heb versen erbij en ik ga de versen niet oplezen. Ik ga ze wel aan u doorgeven waar ze staan. En ik weet, jullie zijn Bereanen. Als Bereanen gaan jullie ook voor uzelf nagaan. Als het waar is wat ik. Oké? Er zijn 10 opstandingen uit de dood beschreven in de Bijbel. Eerste opstanding vinden we in 1 Koningen, hoofdstuk 17, vers 17 tot 24. 1 Koningen, hoofdstuk 17, vers 17 tot 24. Hier was Elia. Elia ging naar de stad Surayat. Want God gaf hem natuurlijk de opdracht om daar naartoe te gaan. En daar ontmoette hij een weduwe met natuurlijk zijn zoon. Hij vroeg aan de weduwe van, luister, ik heb honger, geef me wat te eten. De weduwe zei, dit is gewoon samenvatting van... Luister, ik heb genoeg voor mij en mijn zoon. Dus wanneer we dat gaan eten, gaan we gewoon dat eten en dan gaan we dan sterven. We gaan doodgaan. Toen zei Elia van, nee, maak me wat klaar. Ze deed dat. Maar op een gegeven moment stierf de zoon. En Elia wekte de zoon op uit de dood. Lang verhaal, kort. Oké, dat was de eerste opstanding. En de dood. De tweede was, weet Elia had ook een rechterhand, Elisa. Elisa was, dat vinden we in 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 37. 2 Koningen, hoofdstuk 4, vers 11 tot en met 37. Elisa was geweest bij een rijke vrouw. En die vrouw was zo goed voor Elisa geweest. Omdat Elisa vroeg van, maar wat wil je? Dus wat kan ik voor je doen? Zie de vrouw van, nou, span. Ik denk, ja, ik ben boven, broer. Toen zei een van de knechten van, luister, ze is kinderloos. Dus dat zou ze wel willen hebben. Toen kreeg ze dan
een zoon. Maar op een dag stierf ook die zoon, want ik klaarde van, ik heb hoofd doet pijn enzovoort. En hij stierf. En Elisa lag op die zoon Stefan. Reden. De derde vinden we in 2 Koningen hoofdstuk 13. Maar dat is vandaar dat ik de met je deel. Dus just hang in there. Bear with me. 13 vers 20 tot. Dus in al deze opstanding en de opstanding van Christus. Ik heb je al voor gezegd, maar om je alleen in de spanning te horen heb ik dat gezegd. Er is een verschil. Ja. 2 Koningen hoofdstuk 13, vers 20 tot 21. Hier, er was een Moabitenbende. We waren bezig, ravage. Weet je, te maken, te uitdrukken, om mensen dood te maken. En een van de leden, een lid van de bende, werd dood. Is dood gegaan. En ze hebben hem dan gegooid in een graf van Elisa. De dode bendelid kreeg het lijk van Elisa en hij werd weer levend. Dat vinden we in 2 Koningen hoofdstuk 13, vers 20-21. Vierde, Matthäus hoofdstuk 27, vers 51 tot en met 53. Matthäus 27, vers 51 tot en met 53. Bij de dood toen Jezus doodging, weet je dan, er was een aardbeving, de gordijnen schudden in twee enzovoort. Graven gingen open en de graven van heilige mensen werden dan op in de dood. Dus de heilige mensen die begraven lagen in die graven, waren opgestaan in de dood. Dat vinden we in Matthäus 27. De vijfde vinden we in Lucas 7 vers 11 tot 15. Jezus was hier in de stad Nain. En dragers brachten een jongeman die dood was natuurlijk, om te begraven. Weet je, en natuurlijk, Jezus was zo begaan met die moeder van die jongen. En hij zei van, breng die jongen hier. En Jezus wekte die jongen op. In de dood. De zesde vinden we in Lucas 8, vers 41 en vers 50 tot en met 56. Lucas 8. Jairus, de dochter van Jairus, werd opgewekt in de dood. Lang verhaal kort, jullie kennen de verhaal van Jairus. Dat was de zesde. De zevende. Dit is een welbekende, Johannes 11, vers 1 tot en met 44. We praten dan over Lazarus. Okay, Lazarus werd opgestaan van op in de dood. De achtste vinden we in Handelingen hoofdstuk 9, vers 36 tot en met 42. Tabitha was een gelovige vrouw. En ze hielp, weet je, de discipelen en de volgelingen van Jezus. En toen werd ze dood. Mensen waren droef. Peter, natuurlijk, werd de dood. De negende. En dan weer, ik hoor een echo.
De negende vinden we in Handelingen hoofdstuk 20, vers 7 tot 12. Deze was een jonge man uit Tychus toen Paulus bezig was te preken. Was deze jonge man bezig te luisteren naar de preek van Paulus en het was zo boeiend dat hij in slaap viel op de derde verdieping, op een venster op de derde verdieping en voor zijn tapij is naar beneden gevallen, wekte hem daarna de dood. De laatste, tiende nogmaals, 1 Korintiërs 15:20. Amen. Daarin staat, Maar de waarheid is dat Christus is opgewekt uit de dood. De eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn. Want omdat we de dood aan één mens te weten hebben, hebben we het ook aan één mens te danken dat er opstanding van de doden is. De vraag die we onszelf moeten stellen, wat hebben we gemeen met Christus die dood is gaan, iets wat we gemeen hebben? Niets. In hun leven. Die dood is gegaan en opgewekt is nooit meer dood gegaan. Dan weet ik niet wat u zal bemoedigen. Uw Christus leeft nog. Alle anderen die zijn opgewekt in de dood zijn later in hun leven weer dood gegaan. Maar uw Christus leeft nog. Dat moet voor u een bewijs zijn. Dat moet voor u een bewijs zijn dat u speciaal bent, dat u gezegend bent. Christus leeft. Dat is de waarheid van deze opstanding. Hij leeft en hij is de eerste vrucht. Weet je wie we zullen volgen in zijn voetsporen? Wij zullen weer opstaan in de dood en nooit meer sterven. Dat moet voor u een bemoediging zijn, broers en zussen. Dat is de waarheid van de opstanding. En als derde punt, Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het eeuwig leven. Het leven spreekt voor zichzelf. Het eeuwig leven. Galaten hoofdstuk 2 vers 20 zegt. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Mijn huidige aardse bestaan leid ik in geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven. Alleen zo doe ik de genade van God alle recht. Want als de wet kon rechtvaardigen, zou Christus vergeef gestorven zijn. Christus leeft
in ons. Vandaar dat wij ook het leven hebben. Johannes 6, vers 57. Johannes 6, vers 57 zegt: De levende Vader heeft mij gezonden en ik leef door de Vader. Zo zal ook hij die mij eet leven door mij. Wat wil dat zeggen? Zal Christus eten? Moet hij zijn vlees in stukken snijden en uitdelen? Christus is het brood des levens. Weet je, Christus is het leven zelf. Als we eeuwig leven willen hebben, als u eeuwig leven wilt hebben, dan het enige waar u kunt gaan, het enige wat u kunt doen, is naar Christus gaan. Wat betekent de opstanding voor u? Wat betekent Christus? Wie is Christus voor u? Doet u water in uw wijn? Weet je, de Bijbel zegt, en weet je, ik merk dat ook, aan wie veel wordt gegeven, wordt veel verwacht. En soms is de verwachting die wij, natuurlijk die wij hebben, moeilijk. Het lijkt alsof God zoveel eist. God, ik ben maar mens. Weet je, soms zijn dat de noodkreten die wij hebben. Ik ben maar mens. Ik word ook moe. Dat is ook iets wat ik heb. Wat ik soms zeg in mezelf. Ik ben moe. Me weary. Maar wat moet Christus zeggen? Wat moest Christus, wat moest hij zeggen? Begrijpt u? We hebben geen excuus. Waarom we niet voor God kunnen leven. We hebben geen excuus. Want Christus heeft het gedaan. Doe geen water in uw wijn. Want de weg naar overwinning is door Christus. Doe geen water in uw wijn. Want de waarheid van uw redding is de opstanding van Christus. Doe geen water in uw wijn. Omdat het leven dat Christus u gegeven heeft, is eeuwig. Amen. Aan God alle glorie. Hoe is nog 's morgens? Goedemorgen van mijn kant. Nogmaals bedankt Ernesto voor je bemoedigende preek. Ik sta hier vooraan voor de mededelingen. Ik heb niet veel mededelingen gehad. Ik heb sowieso mededeling gehad van Joren.
Die had een vraag als we kunnen bidden voor haar tante die in het ziekenhuis is. En ook blijven bidden voor Dioren. We weten dat van haar allergie, toch? Dus als we er altijd kunnen blijven gedenken in onze gebieden. Sus Henna, ik vond het zo mooi tussen Sus Henna zei mijn gebed van dankbaarheid. Ik ga gewoon mijn eigen betekenis eraan toevoegen, maar ik geloof dat ze natuurlijk dankbaar is. We moeten eigenlijk allemaal dankbaar zijn dat we hier zijn vandaag, dat we zijn opgestaan. Dat we de gelegenheid hebben gehad om een dienst te houden ter ere van God. En we weten natuurlijk niet wat God allemaal nog met ons in petto heeft voor vandaag. Maar het feit dat we hier zijn, mogen we heel erg dankbaar daarvoor zijn. En alle andere zegeningen om ons heen. Dus laten we een dankbaar hart blijven hebben. Ik wil de kerk ook blijven vragen om te bidden voor de gezondheid van mijn moeder, omtrent haar knie. En ik wil jullie ook bedanken voor de gebeden voor mijn zus. Het gaat veel, veel beter met haar. Dus ik wil de kerk natuurlijk bedanken voor de gebieden. Ik denk, we hebben die reguliere mededelingen. Zijn dus dat we volgende week hebben we dan weer onze Zoom-meeting, toch? En donderdag hebben we dan onze van mededelingen zien. Is er iemand die toch een speciale mededeling heeft? Niet? Trouw en almacht, dank u voor deze nieuwe dag. Ik dank u voor uw liefde. Ik dank u voor uw genade, Vader. Ik dank u, Vader, voor uw geduld met ons, almachtige Vader. Ik bid en ik smeek, Vader, dat alles wat naar voren is gebracht, Vader, het zij contributie, die avondmaal, de preek, Vader, dat we alles ter harte zullen nemen, almachtige Vader. En dat we alles wat we hebben geleerd vandaag, Vader, de meeste dingen weten we al, Vader. Maar weten en in praktijk zetten zijn twee dingen, Vader. Dus helpt u ons om datgene wat we weten, Vader, om dat in praktijk te zetten, almachtige Vader. En elke keer de keuze te maken om te leven voor u. Ik bid en ik smeek, Vader, als u kunt zijn, Vader, met de gezondheid van Dior en haar tante, die momenteel in het ziekenhuis is, Vader. Ik bid ook voor kracht voor alle familieleden, almachtige Vader. Ik bid dat u hun mag troosten, Vader. U bepaalt, Vader, u heeft het laatste woord. Maar natuurlijk vragen we u alstublieft, Vader, als u haar krachtig kunt bijstaan, almachtige Vader. Ik bid en ik smeek ook, Vader, voor allergie van Dioren. Ik bid, Vader, dat u haar daarmee kunt helpen, Vader. En we smeken u, Vader, eerlijk gezegd, hoor, als u het kunt wegnemen van haar, Vader. U bepaalt alles, Vader. Maar het zal heel bemoedigend zijn, Vader, om te horen, Vader, dat Dioren zegt dat ze helemaal geen last meer ervan heeft, Vader. Dus daarvoor bidden we, Vader, als u haar kunt helpen daarmee, almachtige Vader. Ik bid en ik smeek, Vader, als u ook kunt blijven zijn met de gezondheid van mijn moeder, gezondheid van Saskia's moeder. Wees u ook alsjeblieft met Rani's moeder, Vader. Wees u met Siglin, wees u met de Partos, Vader. Dat u hun altijd kunt beschermen, Vader, in goede gezondheid, almachtige Vader. En dat u zo met alles kunt blijven bijstaan, almachtige Vader. Ik bid, Vader, voor alle zieke Vader, waar ze ook mogen zijn, Vader. Dat u ook op hun uw genezende hand kunt leggen, Vader. Ik bid voor de situatie in het land, Vader. Ik bid voor oplossingen, almachtige Vader. Staat u de mensen bij met wijsheid en inzicht, Vader. En dat u hun hart kunt verzachten, almachtige Vader. Ik bid en ik smeek om uw zegen, Vader, voor de rest van de dag. Dank u wel nogmaals, Vader, voor het geweldig offer Jezus Christus, Vader, dat we nu dankzij hem een relatie kunnen hebben met uw Vader. Ik bid en ik smeek, Vader, dat we altijd een dankbaar hart zullen hebben, Vader. En dat we de liefde altijd zullen uitstralen, Vader, waar we ook mogen gaan. Ik bid en ik smeek om uw zegen voor de rest van de dag. En het is in Jezus' naam dat we tot u bidden. Amen. Zo, ik zal zeggen gezegende paasdagen. Ook voor de mensen online. En ik zal zeggen tot de volgende keer. Bless you. Ja. Doei. Dag iedereen. Doei. Doei.
Doei. Dag Helen. Gezegende Pasen allemaal. Groetjes. Doei. Vrolijk Pasen aan ieder. Groetjes.